Ken je Bram Krikke? Ja, die heeft ooit aan de Slimste Mensen deelgenomen. Oh, ja, die had een filmpje gestuurd. Even kijken of ik dat nou kan laten zien en ook kan horen. Hallo Tom en Maarten, Bram Krikke hier. Ik uh, luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Ik moet ook zeggen, altijd als ik naar werk rijd en ik ben bezig met weer gebakken lucht en onzin... ...want daar bestaat mijn werk uit, vind ik het heel fijn om toch nog een beetje inhoud tot me te krijgen. En jullie zijn een van de weinige podcasts... Zeg maar gerust de enige die dat kunnen. Dus complimenten daarvoor. En ga zo door. En tot slot heb ik ook nog een kleine vraag voor Maarten. Um, Maarten geeft namelijk best wel vaak boekentips. Leestips. Maar ik hoor hem eigenlijk nooit over goede film en serie tips. Terwijl die toch ook wel eens via het laptopje aangaan op vakantie. Dus ik ben heel erg benieuwd. Beste Maarten. Wat is nou echt een goede film dan wel serie? Ik ben benieuwd. Ga zo door. En tot de volgende. Hij maakt grappige filmpjes, oké. Okay. Ja. ja, dus dan gaat hij bijvoorbeeld de straat op en dan gaat hij mensen gekke vragen stellen. Of hij maakt parodiefilmpjes op podcasts. Aha, nou volgens mij, nu je het daarover hebt, heeft hij wel eens zo'n filmpje gemaakt... of ge gebruik gemaakt van de zonderlinge opname van mijn broer en mij in een, ja. een Oost-Duitse trabant. Ja, <laughs> dat klopt. De met de... Flikker op, zak! Dit moet wel de meest miserabele autorit zijn die ik ooit in mijn leven gemaakt heb. Die hadden we gehuurd, of althans wij natuurlijk niet. Het had, de, de filmploeg had dat ding gehuurd. Ongelooflijk klote autotje. En we kregen geen voorrang, sowieso. Zo, zo, maar goed, in ieder geval. En jij zat te vloeken in die auto? Ja, ik zat te vloeken. En mijn broer moest zich volledig concentreren op dit onmogelijke autotje. Het is werkelijk een wonderlijk ding. Uh, maar ja, uh, laten we eerlijk zijn. Uh, de, de grootste sprong is van geen auto naar wel een auto. En, en hoe dan ook, uh, in, in het geband kon je ook je voortbewegen. Hoewel ze aanvankelijk zonder verwarming werden geleverd. Dat moet toch in Oost-Duitsland vaak een koude bedoeling zijn geweest. En zit je ook in de kreukelzone uh, in die auto? Ja, ik denk niet dat die voorzien was van enige vorm van veiligheidsarchitectuur te meer omdat het basisontwerp dateert van halverwege de jaren 50. Volgens mij is de eerste echte veiligheidskooi en, en, en hoe heet dat, de kreukelzone. Dat, dat, daar is Mercedes mee begonnen, bij mijn weten. En dat, dat, dat is ook bij Mercedes, ook de late jaren 50. Dus daar dat was volgens mij nog geen sprake van. Hmm. En bovendien was het bakeliet. Al bleek dat bakeliet natuurlijk enorm stevig te zijn en het roest niet. Ja. Er zijn ook wel wat trabantclubs, als ik het wel Ja, heb. op zondag zie je ze willen rijden. Ja, ja goed, dus dat zijn mensen die een ongekend talent hebben voor zelfkwelling. Ja, ik heb ook Fiat 500 clubjes. Ja, je hebt volgens mij Deux clubjes, clubs. Je hebt van alles en nog wat. Kijk, Deux heb ik toch wel een zeker begrip voor. Omdat ik zelf natuurlijk met een soort van Deux jarenlang gereden heb. Maar die trabanten had ik toch niet zoveel begrip voor. En waarom zelfkwelling? Omdat het gewoon oude zooi is. Ja, de moderne auto, joh, ook, ook wat betreft het lawaai, het gemak van de bediening, de veiligheid, de snelheid, het comfort in de algemene zin. Ja, dat is zo fundamenteel anders dan, dan al die brave prutteldingen van de jaren 50 en, en, en 60. Maar daar moet jij romanticus de voor zijn. De Chevro was een ontwerp van voor de Tweede Wereldoorlog. De, de Kever was een ontwerp van ver voor de Tweede Wereldoorlog. En dat viel goed te merken. En hmm. ja, die mensen houden daarvan, die vinden dat heerlijk. Nee, de moderne auto is in allerlei opzichten natuurlijk een, een wonder op aarde. Ja. Maar ook, ook na Van Hand duurde. Ja. Maar Bram Prikker had dus inderdaad dat filmpje had hij gemaakt. En dan zat hij volgens mij op een brommetje op een fiets. En dan had hij het zo gemonteerd dat het net leek of jij met je broer in het Trabant hem aanreed. Oh, ik reed hem aan. Okay. Mijn broer reed hem dus aan. Ja. Ik had helemaal geen zin om daar te gaan zitten krukken achter ja. dat stuur. Maar mijn broer wou het wel doen. En waarom was jij zo boos? Ja, ik geloof dat er iemand. Ja, er werd gewoon geen voorrang gegeven. Dat was het eigenlijk. Of die fietsers of de brom. Nou, nee, ik weet het niet. Oké. Okay. Ik, ik vond sowieso, ja. Met name oudere bewoners van de DDR. Want dit speelt zich allemaal af. Ik denk, ik denk dat het of Dresden of Leipzig was maar daar ben ik vergeten. Ik vond oudere bewoners van de DDR een chagrijnig volk hoor. Jongeren waren totaal anders. Moderne jongeren was mijn indruk. Maar ook altijd goed te spreken over de wereld. Ging de goede kant op. Maar die ouderen, jongen, jongen, hoorde maar iets te gebeuren. Of ze begonnen ze te schelden of te zeuren. <laughs> Hoe erg ze het wel. Nou ja, misschien begrijpelijk, maar ik vond het opmerkelijk.